om het gewoon een podium te hebben, weet je wel. Dat mensen gewoon van die muziek kunnen genieten. Ja. Ja, zo het gewoon te zijn. Dit is Rotterdam. Het idee geopperd met de broer om een nieuw festival op te zetten in de hardere rock'n'roll en gitaarwerk. En ja, zodoende zijn we na een jaar plannen, hebben we vanavond de tweede avond gehad van Moonshine Madness. Voor wie kom je zelf hier naartoe? Ja, voor al de Dice Man. Van die dobbelsteenmannen, Dice Man. Dice Man die spelen, vroeger was het echt een begrip. Als je uit Rotterdam kwam en je hoefde die muziek, dan ging je naar Dice Man toe. Ik support zeker dit festival. Laat ik het zo zeggen, de underground staat onder druk. En op het moment dat dit soort dingen georganiseerd worden, dan ben ik er, punt. We hebben 7 jaar niet gespeeld en gaan vanavond weer proberen of we het nog kunnen. Het is ook een van de bands die ik, waardoor ik eigenlijk in deze scene terecht ben gekomen. En Dice Man was een van de eerste bands wat ik zag. Ik luisterde voornamelijk al naar punk en metal. En ja, ik zag een band met een contrabas op het podium zonder strijkstok. En ik vond het gewoon helemaal geweldig. En ik was helemaal verkocht. Wat voor mensen komen hier? Mensen die van goede muziek houden. Nee. Mensen die van rock'n'roll houden. En dat kan een hele lichte rock'n'roll zijn, maar ook zwaardere rock'n'roll. De behoefte is echt een venue dat je denkt van, nou ja, daar komen echt mensen die anders zijn dan anders. En ik hou ervan, want het is een sfeer, iedereen accepteert elkaar, iedereen houdt van elkaar. Het is net Woodstock, maar dan een klein. Ja, natuurlijk, dit soort avonden zijn altijd leuk. De mensen komen hier voor de goede muziek, voor de goede sfeer.